Goedemorgen. Het is kennelijk al erg gezellig. Maar jullie hebben nog een hele dag om bij te praten, dus het hoeft niet in deze 5 minuten. Bewaar het gespreksonderwerp nog even, later kun je weer verder. Water, daar gaat het vandaag over. Een leven zonder water is ondenkbaar. Water is een noodzakelijke levensbehoefte. Soms hebben we te veel, soms hebben we te weinig. Soms is het schoon en soms is het vies. Soms zout, soms zoet. Water is van iedereen, maar soms toch ook weer niet. En eigenlijk geldt hetzelfde voor informatie. Informatie is een levensbehoefte. Informatie is overal. Soms schoon, soms vervuild. Soms te veel, soms te weinig. Informatie is van iedereen, maar soms toch ook weer niet. Niet zo gek dus dat we heel makkelijk deze hele zaal kunnen vullen met mensen die allemaal iets hebben met water- en informatievoorziening. En dat dan elk jaar. Want we doen dit op de Waterinformatiedag al 8 jaar, heb ik begrepen. En 8 jaar lang weten we elkaar te vinden met innovaties, nieuwe onderwerpen op het gebied van waterinformatievoorziening. Dus jullie hebben natuurlijk al reikhalzend uitgekeken naar de bijeenkomst van dit jaar. Met weer onderwerpen, nieuwe onderwerpen, omgevingswet, zorgplicht, maar ook de vertrouwde onderwerpen. Data, geoinformatie, samenwerking, nou, noem maar op. Ik denk dat er geen dag is waar zoveel verschillende onderwerpen aan de orde zijn op het gebied van waterinformatie voor zoveel verschillende partijen. Hier in de zaal, kijkt u maar om zich heen, zitten we overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten. We kijken vanuit het perspectief van waterkwantiteit, waterkwaliteit, oppervlaktewater, drinkwater, waterveiligheid. En dat dan in een onnoemelijke hoeveelheid sessies. We beginnen nu met het plenaire gedeelte. Mijn naam is Ellen Visser, ik lood u daar een beetje doorheen. Maar vanmiddag bent u zelf aan zet om een nuttig programma van te maken. Daar wordt u niet meer bij geholpen. U heeft een programmaboekje, een app, de Waterinfo-app. En het is aan u om daar de juiste en de meest interessante dingen uit te pikken. En te zorgen dat u de juiste mensen te spreken krijgt. Je mag nu nog even relaxen, maar straks aan het werk. Ik zei het al, mijn naam is Ellen Visser en ik heb ook wat met water. Ik werk bij Rijkswaterstaat als directeur bij Zee en Delta, dat is een van de regio's. En ik denk dat ik hier in de zaal het meeste water heb van iedereen. Ik heb het beheer over de Noordzee, dus daar kan bijna niemand tegen op. En daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de Oosterscheldekering. En eigenlijk is dat misschien nog meer dan die Noordzee wat mij drijft in mijn werk. Want ik vind het eigenlijk best wel een zware verantwoordelijkheid. Zo'n kering, het is iets waar ik me elke dag van bewust ben. Die is er gekomen na 1953. Eigenlijk de laatste natuurramp in Nederland, waar nu nog, met zoveel slachtoffers, waar nu nog ooggetuigen van zijn die daarover kunnen vertellen. En dat zijn altijd verhalen die heel veel indruk maken. En ik zie het als mijn taak, mijn dagelijkse taak, samen met heel veel andere mensen natuurlijk, om ervoor te zorgen dat die kering doet wat hij moet doen. Ik beheer hem, ik koester hem, we onderhouden hem goed, we oefenen ermee. En af en toe, één keer per jaar, één keer per 2 jaar, gaat hij dicht. En dan voelt iedereen zich veilig. Maar dat was, het is denken uit 1953. Toen was Nederland heel eensgezind na de ramp en zei dit nooit meer. Dat was de start van de Deltawerken. Daar hebben we meer dan 40 jaar over gedaan. Oosterscheldekering is bedoeld om 150 jaar te kunnen bestaan en te functioneren. Dat is best lang. Maar in 150 jaar kan ook best wel wat gebeuren. Het klimaat verandert, de maatschappij verandert. Dus hoe goed ik het ook doe met het beheer van die kering, het is de vraag of die in 21.036, of die dan nog gesteld staat voor de omstandigheden van die tijd. Of die dan nog het water kan keren en of we dan nog veilig zijn. Dat is een vraag die ik moeilijk te beantwoorden vind. Maar gelukkig hebben we iemand die misschien iets van licht op dat toekomstscenario kan schetsen. U kent hem allemaal als de best geklede weerman van het NOS-journaal.
Maar u weet misschien niet dat hij ook een eigen bedrijf heeft, Weather Impact, dat adviezen geeft over de hele wereld heen over hoe om te gaan met risico's als gevolg van extreme weersituaties. En wie beter dan die persoon kan ons een beetje mee laten denken in of de maatregelen die we nu treffen in het hier en nu, met onze beperkte blik op de toekomst, wel voldoen. En ik ben bang dat hij ons niet helemaal gerust gaat stellen, want de titel van zijn presentatie is Urgentie. Afwachten kan niet meer.